Hey, het is weer woensdag, het is weer tijd voor een nieuw blogje. Een nieuw blogje waarin ik dit keer iets meer heb nagedacht over wat ik allemaal wilde gaan zeggen. En iets wat ik in ieder geval wil gaan zeggen is dat ik het eigenlijk wel kicken vind dat op het moment dat je iemand heel lang niet gezien hebt en ik weet nog niet wie dat is. En je loopt daar in jouw blogje mee over straat en dat blijkt gewoon een buitenlander te wezen. Denk ik, wauw, dat vind ik nou leuk. Dat vind ik leuk dat je zo lang een tussen aanstekens relatie onderhoudt met een maat. Dat vind ik bewonderenswaardig. Dat lukt niet iedereen. Ik ben zelf ook niet echt van de relaties en ook niet van het onderhouden. Ik heb natuurlijk een relatie. Ik ben getrouwd, hè? Je weet het. Maar het onderhouden van vriendschappen, dat is echt een drama voor mij. Ik kan iemand maanden niet zien en dan daarna doen net alsof er niks is gebeurd. Ook niet helemaal gezond, dat realiseer ik me best. Maar goed, zo zit ik nou eenmaal in elkaar en eigenlijk weten mijn vrienden dat ook wel. Ik doe wel mijn best, overigens, om meer aandacht te besteden aan het lijmen van een relatie, zeg maar, het houden van een relatie. Doe ik mijn best voor. Lukt niet altijd. Lukt niet zo heel vaak. Maar ben er wel mee bezig. Meer in mijn hoofd dan daadwerkelijk. Dat merk je dan altijd wel, weet je wel. Dan denk je van, hey, moet die eens bellen? Of moet die mailen? En dat denk je dan een half jaar. En dan is er uiteindelijk toch niks gebeurd. Dat kan. Bij jou bijvoorbeeld, hè. Laten we jou als voorbeeld nemen. Wij hebben elke week wel de intentie om elkaar te zien. Maar het blijft bij elkaar spreken. Of over Skype of op deze manier. De week, niet de week, maar de afgelopen paar dagen staan in het teken van nog wat dingetjes voor mij. Maar die hou ik gewoon nog even stil. Want die zijn nog niet allemaal helemaal duidelijk. Die hou ik dus nog gewoon even focussen. Hou ik nog gewoon even stil. Want het is allemaal nog een beetje vaag. Het heeft met werk te maken. En met leuke YouTube ideeën. Dus stay tuned. Stay effing tuned. Het is gewoon leuk. Leuk idee allemaal. Nee. Meer heb ik je eigenlijk niet te vertellen deze week. Saai, maar waar. Ik ben uitgeluld. Tot volgende week.